Ik ben Emmy, ik ben de trotse eigenaar van 100% Leuk. Ooit begonnen vanuit de winkel en met passie doorgebouwd. Daarnaast ben ik trotse moeder van drie mooie zonen, waarvan er nu ook twee in het bedrijf werken. En ik ben al 31 jaar getrouwd met Jan. 100% Leuk staat voor aandacht voor elkaar. Dat is wat wij heel erg belangrijk vinden. We hebben een collectie gemaakt voor elk moment. Want daar is waar 100% Leuk voor staat. Je wil 100% Leuk gebruiken om iemand aandacht te geven. Om iemand een glimlach op zijn gezicht te toveren. Om iemand een hart onder de riem te steken. Voor elk moment bedenken we en ontwikkelen we een passende attentie. Ja, eigenlijk is 100% Leuk ontstaan vanuit de winkel die ik ooit ben gestart. De winkel, dat was Leuk Spul, de winkel. Die ben ik ooit begonnen toen ik drie kleine kinderen had. Eentje zat er nog op de arm. En 100 euro. En van daaruit ben ik eigenlijk wat dingen gaan opknappen. Leuke dingetjes gescoord. En zo ben ik stapje bij beetje groter geworden. Want je moet weten dat ik heel de weg doorlopen heb van schuurtje naar woonkamer. Naar nog een kamertje. De pinautomaat stond in de woonkamer. De kinderen moesten rustig zijn. Want mama had daar de winkel. Ja, op den duur werkte dat niet meer. Dus er kwam een pand aan de overkant van ons huis te koop. En ik zeg tegen Jan, ik heb een brainwave. We gaan Leuk Spul doen in een hele grote winkel. En we maken er een mooi pand van. En het is gelukt. Tot het moment dat helaas er brand ontstond in de winkel. En ik van de een op het andere uur niks meer had. Dat was het punt dat eigenlijk 100% Leuk ook is geboren. Want vanuit niets hebben we toch weer iets op kunnen bouwen. Door de collega-winkeliers die langskwamen en zeggen, oh, dat is echt leuk, dit willen we ook in onze winkel, gingen we daar natuurlijk steeds kritischer naar kijken. En op den duur hadden we echt al 10 winkels die ons spullen gingen verkopen. Hoe tof is dat? Maar van die 10 zijn het er 20 geworden. En het werd steeds drukker in de winkel die inmiddels was opgeknapt. Maar niet met klanten, maar met dozen. En toen hebben we een kleine unit gehuurd, omdat we veel te veel dozen hadden. In plaats van dat we dat in de winkel konden doen. Van daaruit is eigenlijk die groothandel ontstaan. Maar behalve dat we een prachtige collectie maken, zie je 100% Leuk in alle facetten van ons bedrijf terug. Wij vinden aandacht voor elkaar het allerbelangrijkst. Dat zie je terug in de medewerkers, maar dat zie je ook terug in de producten. En je ziet het terug in onze leukers. En onze leukers zijn de schatten met een achterstand op de arbeidsmarkt, de jongeren, die ons volop helpen met het knopen, het verwerken van onze producten. Waarom ik werk met de leukers? Ja, als voorbeeld, laatst had ik een hele drukke dag, allemaal afspraken, stress en druk. Je kent dat wel als ondernemer. Als je dan even bij de leukers langs gaat en ze vertellen weer het mopje van de dag, ja, dan heb je gewoon weer helemaal lol en dan denk je, weg met die grote mensenwereld, gewoon lekker terug naar de basis en genieten van wat er nu is. En dat is wel echt wat ze ontleren. Eigenlijk ben ik wel trots, ja. Ja, want wie had dat ooit kunnen denken, dat ik met 100 euro als huismoeder zomaar wat ben gaan doen. En dat ik dan gewoon als serieuze ondernemer hier sta en mijn verhaal kan vertellen. En als ik zie waar we vandaan komen met alle struggles die er geweest zijn. Ja, dat is toch fantastisch. En ik ben nog helemaal niet klaar. Want ik wil eigenlijk, en dat is echt waar ik naartoe wil. Wat mijn grote droom is. Dat iedereen een klein beetje aandacht voor elkaar heeft. Maakt niet uit hoe. Maar laten we een beetje omkijken naar elkaar. Dat vind ik echt het allerbelangrijkste.